Hi guys, ik ben Mr. Jones en ik wil vandaag vertellen over mijn ongeluk. Januari 2014 was de dag dat ik kan herinneren dat ik mijn motor ging pakken. Het was op een zaterdag. Zaterdagochtend ging het een beetje regenen, maar toen later in de middag, rond 12 uur, toen kwam de zon op. Toen dacht ik van, het is wel een goede, het is mooi weer om te rijden. Mijn gear up, mijn motor uitgepakt, lekker gaan starten. En toen dacht ik ga lekker naar Amsterdam. Onderweg naar Amsterdam toe, ging prima, alles was goed. Op een gegeven moment dacht ik ga naar Holendrecht toe. Uit het niets, ik weet niet waarom, maar ik nam die afslag. Vanaf dat moment jongens, mijn leven is het daardoor veranderd. Vanaf dit moment, het is alles mij verteld. Ik kan zelf niks meer herinneren, dus het is mij verteld door iedereen om me heen. Die afrit. En dat was een scherpe bocht. Ik rijd een beetje hard, hoe je 30 mag. Ik rijd 120. Dus ik rijd in de bocht en in de bocht ik glijd uit. Ik glijd hard tegen de stoeprand. Ik werd gelanceerd na rond 50 meter. Ik beland uiteindelijk op de berm langs het water. Gelukkig gebeurde het waar mensen wonen. Dus onmiddellijk eerste hulp kunnen bereiken. De eerste keer dat ik mijn ogen opendeed, was in het ziekenhuis. En het was zelfs nog zo dat ik mijn ogen opendeed, dat ik helemaal in de war was. Ik werd wakker en ik dacht, wat is dit? Ik zat zwaar onder narcose. Ik was helemaal weg. Mijn lichaam, mijn hoofd, alles was kapot. Een paar dagen daarna kon ik weer mijn ogen openen en kon ik iets langer open houden. En toen was ik een beetje aan het herstellen. Dus na 4 dagen van komen, ik ben overgeplaatst naar een andere afdeling, verder kan herstellen. We kunnen ook mensen langs. Ik was boos op mezelf, van waarom moest ik zo hard rijden en het was onnodig, hoe je 30 mag. Ik reed 120, dat was allemaal onnodig. Kan ik me voorstellen dat ik niet meer kan lopen, dat ik mijn benen niet eens meer kan gebruiken. Want mijn benen was zo belangrijk, tenminste dat besef ik, toen ik daar lag. Ik wist van mezelf dat ik gewoon moet herstellen. Want ik wilde het niet accepteren dat ik de rest van mijn leven zonder benen op straat ga. Dus tijdens herstellen in het ziekenhuis ik kwam op een gegeven moment kennissen, mijn familie natuurlijk. Dat is het stukje liefde die voor mij heel belangrijk was op dat moment. Want dat gaf mij ook een soort van motivatie, een soort van kracht. Ik ben overgeplaatst naar een revalidatiecentrum in Amsterdam, het heet Riade. Vanaf daar begon mijn echte herstel, lichamelijk, maar ook geestelijk. Dus in Riade kreeg ik de therapie, daar mag ik dan mijn herstel en in de Riade heb ik ook leren lopen. Eerst zat ik in een rolstoel. Dat was eventjes handig om mezelf te verplaatsen. Daar heb ik ongeveer een jaar gezeten, puur voor mijn herstel. Ik ging daar dagelijks revalideren. Ik heb mijn best gedaan jongens. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb hard gewerkt daar in de Riade. Zover ik weet, ik heb alle lessen gevolgd. Het was gewoon hard werken. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb goed geluisterd naar de artsen, naar de doktoren en naar de fysiotherapeuten. Hi guys, bedankt voor het kijken naar dit filmpje. Ik hoop dat het leerzaam was en de boodschap duidelijk is. Zoals jullie hebben gezien, mijn lichaam was niet in orde. Mijn gezicht was opgezwollen, mijn oogkas was gebroken, mijn kaak was gebroken. Mijn ribben, alle linker ribben waren allemaal los. Mijn bekken was in 3 punten gebroken, etc. guys. Maar nu wil ik mezelf gaan bewijzen. Ik ga meedoen aan een bodybuilding wedstrijd. Ik ga ruim 2 jaar tijd om te gaan trainen en
alles ervoor doen. En ook is dit het moment dat ik mezelf helemaal wil afsluiten van het herstel. Zodat ik gewoon helemaal klaar ben. Ik wil nog eventjes mensen bedanken. En ik heb hier een dikke lijst. En ik zal ze gewoon opnoemen. En dat zijn mensen die langs geweest waren, die gebeld hebben en die kaartjes hebben gestuurd. En mijn vrienden, mijn familie voornamelijk als volgt. Sven, Ian, Darren, Erik, Michael H, Shaiza, Robin, Charlotte, Daryl, Kakim, Brail, Lyndon, Bernard, Willem, Amerei, Amelou, Dana, Diki, Chio, Niels, Mike L, Jaap, Jesse, Romario, Thomas, Mike van Zet, Amber, Monique, Vikas, Kimberly, Eldri, Germo, Nan, Roy, Piet, Marcel, Marjolein, Robert, Patrick, Jessica, Masha, Caitlin, Iris, Ate Jeanette, Ate Grace, Ate Lida, Ate Lita, Ate Jenny, Mark, Romeo, Arnold and the kids, Ate Abi, Lodi, Ate Mel, Michiel, Ate Yvonne, Erik Zwart, Tante Ida, bedankt jullie allemaal. En mijn werkgever, Bernard Nederhoed, Maureen Nederhoed, dank jullie allemaal. Tante Karin, Uncle Pieter, Mike Tolhuis, FDC, Filipino Dutch Community, dank jullie allemaal. AMC Ziekenhuis, de verpleegsters, de dokter die mij geopereerd heeft, dokter V.M. De Jong. En zijn assistent Fong Koon Jim, dank jullie allemaal. De doktoren in Riada, mijn fysio Otili, Betty en Mirelle, dank jullie allemaal. Mijn sportfysio, ergotherapie en natuurlijk mijn homies in Riada. En dat is Joop, Walter, Evelien, Cor, Annemarie, Tom, Danny, Catherine, Sjoerd en Vincent. And last but not least guys is thank God, he gave me a second chance. Amen. For more stuff guys, volg me op YouTube en op Twitter. Oké? See you later. Peace.